nu namelijk naar Super de Boer. Ja. Moet je kijken hoe ze het hier er weer bij leggen. Oh, oh, oh. Heerlijk is dit. De soep die zit in de pan, zoals je kan zien. En ik ga het een en ander erbij doen. Sowieso is dat altijd ketchup amaris. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag dinsdag 17 januari 2023 en het is net 11:15 in de middag geweest. Ja. En wie is er hier ook? Jullie zien haar nog niet, want ze is lekker tegenlicht, Ja, luidje. Hartstikke gezellig. En je vest is nou niet vergeten. Nee. En wie hebben we ook aan de telefoon? Ja, niemand minder dan weer Niels. Hi. Goedemiddag dames en heren. Welkom bij deze nieuwe vlog. Dus ja, die hebben we dus ook. Hi, wat is cute. Hi. Ja, jij bent cute. Hi. Wat zijn nou? Oh, de licht uit doen. Ja, en dat doet Laura dus altijd daar. Omdat Google dus niet naar haar luistert. Die wou er ook wat van zeggen. Ja, precies. Helemaal goud. Oh, heerlijk. Oh, wauw. Dus ja, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, helemaal leuk. Oké, we gaan gewoon even kijken wat we vandaag gaan doen en wat we mee gaan maken. Inderdaad, wat ik ga doen vandaag, ik weet het echt niet. Ik ben gewoon moe. Het liefst dan duik ik gewoon weer lekker mijn bed in, om dan de hele dag te gaan slapen. Er is dan wat ook weer weinig content, net zoals gisteren. Ik weet niet wat ik vandaag... Gisteren was het gewoon wel lekker chill. Het is nou lekker weer, zoals jullie kunnen zien, buiten. Het zonnetje schijnt echt, kijk hierachter. Het is echt gewoon wijs mooi weer. Maar kijk, daar... Daar is ook al, het is onwijs mooi weer, maar ik heb gewoon nergens zin in, gewoon niet, nee, ik weet niet, maar het is nog 12:30, het kan nog alle kanten op, maar ik ben gewoon nog brak, ik ben gewoon moe. Ja. En soms moet je er ook gewoon aan toegeven, weet je, en ja, dan wat minder content even, maar dat komt wel weer. Ik heb gewoon eventjes een dipje, nou, joepie de poepie. Nou, gewoon dan zometeen mijn warmtedeken erbij. Ah, en dan gewoon weet ik veel wat allemaal doen. Geen idee. Ik ben gewoon moe. Hey, pup. Wil je er ook weer even op, schat? Hm? Wil je ook weer even op de vlog dan? Hm? Ja. Wil je er ook op? Hm? Nee, je bent lief. Hm? Wil jij gewoon weer anders lekker knuffelen met mama? Lekker op de bank. Hm? Gewoon lekker de hele dag knuffelen met mama. Nee, kom maar. Kom. Kom eens hier dan. Jutti, waar ben jij? Kom eens hier, knuffie. Knuf. Kom hier. Oh, waar heb je last van? Kom hier. 1, 2. Oh. Hé, schatje. Waar heb je last van? Met je voetje. Je loopt een beetje mankjes. Zal ik zo even kijken wat er aan de hand is met een van je voetjes? Zal ik zo eens even kijken dan? Nee. Ja, ze zijn het gek aan het doen. Nee. Welke poot is het dan voor jou? Nee. Welke voet is het voor jou? Welke voet? Ga eens lopen. Dan kan ik kijken. Kom, ga eens lopen. Kom.
1, 2, kom. Ga maar lopen, kom. 1, 2. Ze loopt een beetje mootjes. Kom eens hier, Jut. Je loopt een beetje moeilijk. Welke voet het is. Welke voet is het dan? Welke voet? Welke voet doet oud bij jou? Hé. Los. Oké, zo. Hé. Nee, lelijk. Zo word je alleen maar lelijk. Ja. Highlight. Ijskat op dat. Kom eens hier. Hé. Hey. Oeh, koekoek, kom eens hier. Ja, je hebt vieze ogen. Vieze. Kom hier. Nee, het zit nog op je neus. Kom hier. Andere oog. Andere oog. Andere oog kijken. Kom hier. Kom hier. Nee. Oh, en nou ga jij het ook vertellen? Hé. Hey. Wat is er dan? Kom hier dan. Ja, schatje. Jij bent lief. Jij bent lief. Ja, je bent lief. Ja, en dan? Oh, is dat het? Voorpoot dus, oké. Zal zo eens even kijken bij je voorpootje. Ja, nou zit er dan. Jij zit al mooi. Zachtjes. Toen was het weer op. Ja, toen was het weer op. Ja. Toen was het erop. Zo. We staan er weer in de garage. Helemaal goed. En nou ga ik Ro opzoeken. En die zie ik staan. Oeh, toevallig. Zie ik Ro staan. Ja, helemaal geweldig. Helemaal top. En dat ga ik dus nu ook lekker doen. Ro opzoeken. Ah, mooie. Dus. Ja. Kijk, daar hebben we nog mooi. De grote Big Boss, hoor. Hi. Grote Big Boss. Zit er 50 cent in, ik krijg het er niet uit. Huh? Zit er 50 cent in het karretje, ik krijg het er niet uit. Nou, dat is jammer. Dat is heel erg jammer. Ja. Dus. Hè. En volgende maand wordt er ergens laminaat gelegd. Oh. Ja. Helemaal top. Daar zijn we weer. Ja, we gaan nu namelijk naar Super de Boer. Ja, helemaal goed. Naar Super de Boer. En dan hoor ik jullie al denken, huh? Hoe dan? Nou, dit was namelijk vroeger Super de Boer. Alleen toen werd het C1000 of C1000 en Super de Boer. En nu is het dus namelijk Jumbo. Dus ja, ik had zoiets van, we gaan gewoon lekker naar Super de Boer. Ja, dan zijn we er alsnog. En ik zie mijn andere moedertje op nummerootje 2 zitten. Dus daar gaan we ook zo meteen naartoe. Dus dat is leuk. Ja, dat is grappig. En Roos is even bezig om nu even daar een karretje te fixen. Ja, ging even iemand door mijn beeld heen. Ook leuk. Ja, en Roos heeft dus nou een karretje. Leuk. Grappig. Wederop? Wederop? Het kan mij het schelen. Ik weet niet of het mag. Als jij het wil, dan mag het. Dus ja. Ja. Dan heeft de Super de Boer lekker pech. Ik ga het gewoon lekker Super de Boer noemen. Dat vind ik leuk. Super de Boer, ja. Wat is grappig. Nou. En als we bij Super de Boer zijn, dan weten jullie wel waar we naartoe gaan. Nou ja. Vind ik gewoon leuk. Ik ga rolijk lekker pesten. Ik ga rolijk lekker pesten. Want die loopt toch niet zo snel als mij. Nee. En ik loop sneller als Ro. Dus ja, hè? Dan krijg je dat weer. Want ik weer sneller loop. Dus dan weet ik precies wat erin zit. Ja, en Ro nog niet. Maar ik hoor hem er wel aankomen. Daar niet van. Op, 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 op.
Oh, hij is wel rijkelijk gevuld. Ja, degelijk wel. Wel weer rijkelijk gevuld. Dat is mooi. Eens even kijken wat we mee kunnen nemen. Hé. Ik wil sowieso één pak vanille vla. 50 cent. Ja, dat weet ik. Dat weet ik, dat het 50 cent is. I know. Daarom ook dat ik het meeneem. Hè? En hier heb ik een kwark voor jou. Een persik, denk ik, volgens mij, toch? Ja, dat is wel lekker. Ja, dat zeg ik, persik. Nou, eens even kijken wat we nog meer hier hebben. Ja, die is nog niet eens afgeprijsd, dus die behoort daar niet eens. Ja, grappig. Oh! Ik wou net zeggen, schat, hier en hier hebben we nog meer. Ook handig. Kom dan. Vanille smaak heb ik ook hier namelijk voor jou misschien eventueel. Nee, niet? Ja, moet je kijken. Nee, dat is vegetarisch. Dat is vers graag. Ga je echt serieus en vegetarisch eten? Want eigenlijk vers. Vriend, serieus? Vegetarisch? Ben je niet goed? Ben je niet goed? Vers van de plant. Nou, denk het niet, denk. Ja, van de plant, zeker. Waar? Nee, voor mij niet gezien. Ik ga Roderick even zo meteen lekker naar zijn werk brengen. Omdat ik dat even fijn vind. En omdat ik dat leuk vind. Dus dat ga ik even allemaal even doen. Maar dan moet er wel namelijk ruimte zijn om te parkeren voor mij. Ja, en dat is het. Oh, Ro, wat ziet je auto eruit, jongen. Oh, wat ziet je auto eruit, jongen. Oh, 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 oh. Dat is echt erg, hoor. En niemand laat mij er eigenlijk even goed langs. Maar moet ik even wachten. Iedereen eventjes hier netjes aan de kant gaat. Kijk. Goed zo, keurig. Jij ook even aan de kant. Dan kan ik even weer even goed staan, namelijk. Kijk. Nou laat ik soms dan even een roze auto zien. Die ziet er echt niet uit. Oh, Ro, wat heb jij met je auto gedaan, jongen? Even nou één rechte lijn naar achteren. Zo. Oh, wat ziet zijn auto eruit. Oh, ik ga even mijn sleutel pakken van de auto. Oh, ik ga hem even loskoppelen. Van het stroomkabeltje. En ik kan uitstappen. En dan moet ik even wachten totdat ik uit... Ja, dat weet ik. Hou je bek. Hou je bek. Good thing. Yes. En dan pak ik jullie even nu. Yes. En dan kan ik uitstappen. Wat ziet zijn auto eruit, zeg. Wat verdikkie. Oh, wat erg. Even aan de kant. Komt de auto weer aan. Dan kunnen jullie meekijken. Oh, wat ziet zijn auto eruit. Oh, 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 wat ziet jouw auto eruit, jongen. Oh, 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 oh. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar... Gewoon een beetje, ja... Wat ziet zo'n auto eruit, jongen. Wat wil ik doen? Het is gewoon zout, hè? Eens kijken. Bah! Zo ziet mijn auto er nog niet eens uit. Nee. Alleen wel weer, kijk, wel weer allemaal dit. Maar dat denk ik dat ik dat wel zo gauw blijf houden, zeg maar. Maar oké, okay, maakt niet uit. Ik ga weer in de auto. Ja, ik vind het helemaal prima. Oh, wat stikke fijn. Hoi. Dat zeg ik. Wat ziet zijn auto eruit? Oh, ik kan daar niet tegen dan, hè?
net zoals nu weer, dat, en dat mijn auto weer overal gewoon viezigheid heeft, zeg maar. Net zoals hier, nou ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik zal het even proberen uit te leggen. Kijk, hier, je ziet het wel iets, maar deze raam is gewoon niet fijn om doorheen te kijken, zeg maar. Dus ja, vies, maar net als deze is ook weer vies, maar net als de spiegel is ook weer gewoon vies, maar dus ja. Ja, en dan kan ik daar gewoon niet tegen. Nee. Dus. Zo. Hè? Nou is het even wachten, bro. Hè? Ja, ja. Oh, god. Heb ik gezegd dat ik moe was? Nou, ja. Dan weet jullie dat bij deze. Ik ben gewoon moe. Hè? En daar komt Ro aan. Dus. Wat ziet zijn auto eruit? Oh. Wat ziet zijn auto eruit, jongens? Oh, oh, oh. Wat een drama is zijn auto. Maar ja, dat is zijn keus. En het is mijn keus hoe, en hoe ik mijn auto onderhoud. Dus, maar. En als hij zich hier prettig bij voelt, moet hij dat lekker doen. Maar het is niet... Ik weet niet of dat jullie zagen, maar ik kreeg even een knetter. Maar oké, ik ga weer de auto starten. Alles even doen. En dan rijd ik Ro even naar zijn werk. En dan zien jullie mij zo meteen wel weer. En even lekker in de kou lopen met de honden. Ja, het is koud. Het is niet leuk meer. Waar heb je nou last van? Met lopen, schatje. Ja, je hebt last, hè, met lopen. Kijk. Even lekker ravotten. Hé, kind. En daar heb je geen zin in. Ja, maar ze heeft ergens pijn en met een voetje. Maar hoe? Wat? Waar? Ik niet weten. Nee. Echt gewoon niet. Maar ja, kan gebeuren. Geeft helemaal niks. Nop. Noppen naar de jento. Dus ik ga mijn rondje afmaken. Met de hondjes. En zo denkt zij er ook over. Ja. Nou, helemaal goed zou ik zeggen. Rustig. Wat liggen ze hier toch ook fijn, hè? Moet je eens kijken hoe fijn. Hartstikke fijn. Heel mooi.
En waar ligt je zus? Geen idee waar je zus ligt. Hoi, druk. Lig je daar? Hoi, kind. Kom maar. Hier langs, kom. Kom dan. Hé, hier langs. Hoi, schat. Zo. Ben een beetje statisch geladen, schat. Sorry, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Maar ik ga even, denk ik, even wat eten maken, denk ik zo. Ja, ik heb gewoon even zin in wat te kanen. Dus dan ga ik dat ook maar doen. Even wat te kanen pakken. Ja. Zo. Dat, dit, en dit doet Roders ook tegenwoordig. Prima. Dan ga ik dat ook lekker doen. Lekker makkelijk, niet zo moeilijk doen. Kijk, die hoort hier niet. Nee, die hoort hier ook niet. Nee. Loutje, dat hoort daar niet. Die hoort daar ook niet. Die komt daar naartoe. Zo. Loutje, die had dus namelijk deze hierin neergezet. Nee, die hoort daar. Lau, die had deze pedigree hier neergezet. Nee, dat hoort daar niet. Oh, oh, oh. Lau, die had deze ook dus hier neergezet. Nee, die hoort daar niet. Nee. Nee, die mag lekker daar weg. Dus, pak deze. Oh ja. Dat gaat nogal moeilijk, hè? Dan moet je wel de goede stekker erin doen. Mevrouw, staal me van de werf. Jongen, nog aan toe. Beetje opletten, dame. Voor het goede leven. Die kan daar naartoe. Die kan daar naartoe. Zo. Die kan daar. Goed zo. Top. Top. Die kan hier weer naartoe. Top. Die daar naartoe. En mijn voet. Die daar weer naartoe. Ja. Nee. Ik wil niet wat ik wil. Nee. Zo wel of ook niet. Dat ga ik. Dat. En dat vertrouw ik gewoon niet. .nl. Nee. Nou, ik ga gewoon dit even doen. Dan ben ik zo weer terug. Ik heb dus net deze gepakt. Ja. Ik weet niet hoe deze smaakt, maar dat maakt niet uit. Dan heb je deze eraf. En het is maar een beetje. Dus ik ben benieuwd hoe die zich gaat oplossen. Zo, beslaat een beetje. Hij besloeg een beetje. Nou, dit ga ik eventjes als ons tussendoortje doen. En dan straks nog even eten. Ja, en dan met deze, dan ga ik nog een vlog editen. En daarna dus lekker tv kijken. Ja. Helemaal goed. Top. Ben ik dan weer eventjes. We moesten kijken hoe ze het hier er weer bij leggen. Oh, oh, oh. Heerlijk is dit. Wat zijn er ook wel. Een stelletje rafotten. Nou ja, niet rafotten. En dit dan. Moet je eens kijken hoe dit erbij ligt. Gewoon lekker. Bij de lady. Ja. Lekker hè. Lekker tegen Lidia. Oh, en die ligt ook daar lekker. Helemaal goud. Helemaal goed. En ik ga nu eens eventjes. Dat moet ik nog even opruimen. Want dat is afwas wat ik schoon heb gemaakt. Maar ik ga eventjes namelijk een soepje maken. Doe ik dit even weer naar achteren. Dan laat ik het jullie even zien wat voor soep ik ga maken. Dat is namelijk deze met worst. Lekker, ik heb er zin in. Lekker man. De soep die zit in de pan, zoals je kan zien. En ik ga het een en ander erbij doen. Sowieso is dat altijd ketchup amalis. Dan doe ik even een lekkere flinke scheut erin. Dan kan deze weer de kast in. Helemaal goed. Ga ik gelijk wel eerst even doorroeren. Erg handig is.
krijg je een mooie kleurtje ervan, zeg maar. Een beetje zout. Zo. Genoeg peper. Even de soep op laag doen. Daar zet ik al genoeg peper in. Even weer lekker doorroeren. Waarom mag ik? Oké, dan doen we nog een beetje bieslook erbij. Lekker gedroogde bieslook. Doe ik even wat in mijn hand. Een beetje fijn malen. En dan doe ik nog even een klein handje. Omdat ik dat gewoon lekker vind. Zo. Dat is dat. Dan pak ik een heel grote pot. Dat is deze. Dat is zambelle. Oelek. Dat is toch oelek? Ja, oelek. Heel erg oelek. Speelt weer. Dan pak ik een lepeltje. En doen we er dus een beetje sambal bij. Zo. Die is ook alweer gedaan. Dat is mooi. En dan gaan we lekker doorroeren. En volgens mij heb ik nog ergens iets. Ik weet even nog niet waar. Ja, hier. Ja. Dat is deze. En die ga ik ook even uitproberen. Zo. Hoef je ook niet heel veel van te pakken. Het is fijn pittig, denk ik, ja. Die ook in de kast. En dan gaat hij al lekker. Naar smaak ruiken. Ik doe nog een klein beetje erin. Een heel klein beetje. Het zijn allemaal kleine knoflookjes namelijk. Het ziet er namelijk zo uit. Ja. Zo,
Dat is nu wel denk ik genoeg. Ja, dat denk ik wel. En dan doe ik nog een beetje peper erbij. Of er nog niet genoeg peper in zit. En ik had de vorige keer ook een beetje magie erbij gedaan. Want dat maakt dit net een beetje zoeter. Even 3 en 3 tipjes zeg maar. Maakt hem dan weer net een stukje zoeter. Heb je toch wel een beetje die bite van dat scherpe, zeg maar. En wat ik dan ook nu even nog erbij doe, dat is deze. En deze heb ik al heel lang. En dan nog, ja, currypoeder. En, ja, paprikapoeder, lekker. Zo. Zo, dan nu nog even lekker doorpruttelen. Even lekker doorpruttelen, heerlijk. En dan moet je nou eens zien hoe het er nu eruit ziet, hè. Dit ziet er toch geweldig lekker uit. Een beetje een andere kleurtje gekregen. Dit ziet er toch lekker uit, yummy. Nou, jullie zien het straks. Ik heb Roos dus opgehaald. Roos is nu even met de dames aan het lopen. Want dan krijgt hij een lekker satéetje van me. Een goede deal, hè? Ja. Maar jullie weten dus dat ik soep had gemaakt. Ja. En dat ik dus deze erin had gedaan. Deze. Ja. Het is lekker. Maar er zitten dus grove stukken knoflook in. Ik zal het laten zien. Kijk, dan krijg je dus dit namelijk in een keer in je mik. Dus die ga ik even nog zoeken, hier ook in. En dan ga ik hem namelijk even klein maken, dat ik het dus wel wegkrijg. Want dat vind ik wel fijn, zeg maar, dat ik het gewoon lekker wegkrijg. Want dit, vind ik een beetje niks. Nee. Dus dat ga ik nu even lekker doen. En de saté, die staat dus nu ook op vooral, ja. Lieve ben ik er nog weer. Ja. En ik ga mama even nog even bellen. Ook leuk. Zoals jullie zien, lig ik dus lekker op bed. Ja, heerlijk. Maar dat betekent wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Ja. En dat ga ik ook doen. Ik ga lekker slapen. En ik hoop dat jullie hebben genoten met deze vlog. Nou, is dat nou zo? Ik zou zeggen, doe even een duimpje omhoog. Abonneer even. Doe het belletje aan. Laat even een leuke reactie achter. En ga zo maar even door. En dan ga ik zeggen dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.